Ik heb wat steen voor je muur gehakt. Groetjes, Floor. Oehoehoe, dankjewel. Jongens. Welkom bij de video. Bam. Dit moeten jullie eventjes doen. Doe dit nu. Want als je dit doet, dan abonneer je. Ik ben gewoon magisch ineens geabonneerd op mijn kanaal. De keuken is klaar en heb nog wat ingericht. Je moet bij de keuken doorlopen, daar zie je het vanzelf. En dan een hele chocobox vol steen. En hier ook nog een cobblestone en stone brick chocoboxje. Floor, enorm bedankt. Welkom allemaal bij weer een nieuwe Content Veen video. De muur is in de vorige aflevering ontstaan. Blijkbaar is de keuken af, maar dat was hij al. Maar hij is nog een keer af en is er wat nieuws ingericht. Dus hallo Fred, of assistent van Fred. Laten we even kijken wat er gaande is, jongens. Ik heb Fred zelf al een tijdje niet meer gezien. Maar ik hoor wel heel veel lawaai uit de kant van Freds huis komen. Dus het is wel een beetje verdacht. Maar ik zal het voor vandaag nog even skippen. In ieder geval, laten we die kant op gaan richting de keuken. Om even te spieken. Dit had ik vorige aflevering al gezien. Volgens mij hoe de keuken eruit zag. Hetzelfde gelden voor hier. Oh, hier is het helemaal... Wow, wat lijp. Oh my, deze is echt een plekje voor mijn villager die ik heb. Voor Betta. Is het hier ook ingericht? Nee, hier is niks. Wow, dit vind ik lijp. Een soort... Dit hoort nog bij de keuken gewoon, dit gedeelte. Oh my days. Dit gedeelte van het kasteel is gewoon echt nice ingericht nu. Damn, Floor. Floor kan echt goed inrichten. Moet ik echt toegeven. Die kan het echt heel goed. Die moet ook nog ingericht worden. Floor, dan mag jij dit gedeelte ook doen wat mij betreft. Hier, dit hier. En dan, nou, dit buiten hoeft niet zozeer, maar dit hier. Dit gedeelte, dit hier. En, nou, hier hebben we al wat. Misschien dat je zelfs hieronder dan ook weer wat kan maken. Jongens, vorige aflevering was ik ziek. Helaas is dat nog steeds zo. Maar niet ziek genoeg om geen video's op te nemen. Dus dat scheelt. Maar je hoort het misschien een beetje aan me. En aan dat. Maar goed, het project waar wij mee begonnen zijn de vorige aflevering is natuurlijk deze prachtige grote muur hier. Er zit hier in een krater waar ik misschien wel een leuk iets mee kan doen. Of ik vul het gewoon op. Dat weet ik niet. Maar dat is een probleem voor in de toekomst. De situatie waar wij nu tegenaan lopen, jongens, is dat de muur, die loopt nu daar tegen de berg aan. En ik denk dat ik wil beginnen met mijn klif maken. Helemaal daarheen zo. En dan moet ik ook nog de andere kant maken. Maar laten we in ieder geval beginnen met dit gedeelte hier. En dan later kan ik dat daar maken. Of wat zeg ik nou? Kan ik dat daar maken? En er moet ook nog torens in komen en zo. En ik wil ook met platformen hier zo werken, waardoor de muur niet zo extreem hoog is. Dus laten we beginnen met een mooie timelapse. 4000 likes, anders slecht. Anders heel slecht. Echt heel slecht. We zijn er niet zomaar. Het is een dag verder. Mijn neus is iets meer open. En naast dat feit, jongens, is het ook gewoon nog eens zo goed als af. Het is nog niet belicht. En er is natuurlijk op het platform hier nog helemaal geen details. En weet ik wat allemaal. We moeten even slapen, want het wordt nacht. Maar goed, jongens, ik ben er heel trots op. We hebben het platform daarboven hebben we gewoon over laten lopen met de natuur daadwerkelijk die daar is. Dus dat ziet er gewoon leuk uit. Hier een heel platform wat leeg is, waar allemaal huizen en andere bouwwerken op kunnen. We moeten nog steeds een bank maken. Misschien is dat wel een leuke plek voor een bank. Daar in het midden precies zo, of in de zijkant en daar gewoon huizen. Er kan nog een heel pad komen, weet ik veel wat natuurlijk. Jullie kennen het allemaal. Hier is ook nog een heel leeg platform wat ik eigenlijk moet maken. Maar, zoals je kan zien, als je nu eigenlijk daar staat... Kijk, je kan er nu dwars doorheen lopen zo. En je kan onder de brug. Dat wil ik door laten lopen aan die kant. Want eigenlijk wat je hier ziet moet ook nog aan de hele andere kant gebeuren. Dus dat gaan we niet deze aflevering doen. Want ja, ik ben gisteravond hiermee begonnen. En het is inmiddels nu een dag verder in het echte leven. Best wel een lange timelapse was het ook. Althans niet de timelapse zelf, maar het werk hieraan. Het kostte best wel veel tijd. Nou, ik denk dat dan de volgende timelapse gaat zijn of de muur, dat de torens in de muur komen en de poort die daar gemaakt wordt. En dan dat die dichtgemaakt wordt opgevuld, waardoor het echt dicht is. Of de bomen die weggaan. Ik twijfel. Ik denk dat ik eerst de bomen weg wil halen. En dat ik dan pas
de muren en zo wil maken. Of de muur mooi wil maken. Als, ja, wat ik net uitlegde. En dan kunnen we gewoon letterlijk beginnen met het landschap een beetje herorganiseren. Zodat er huizen kunnen staan. Zoals wat ik hier gedaan heb. Ja, het begint er wel leuk uit te zien. Laten wij even mijn blokken wegleggen bij mijn werkstationnetje die ik hier gemaakt had. Dat half gesorteerd is. Niet helemaal, maar een beetje. Ik bedoel, het kan beter gesorteerd worden dan dit. En dan is het tijd om wat spannends te doen. Volgens mij is Fred niet thuis. Maar jongens, ik heb vorige afleveringen vragen aan jullie gesteld. En dat was of dat ik Julian in de Teletubbinator 26.000 terug moest halen. Frederik is weg, dus ik weet niet hoe ik het ga doen. Ik heb een idee. Maar ik had een poll aangemaakt, of René had een poll aangemaakt in Discord. Tjam, is deze poll. En hierin kan je zien dat merendeels wil dat hij terugkomt. Maar toch als vriendelijk persoon en niet meer kwaadaardig. Oftewel, ik denk dat ik hem terug ga halen. Oh, ik heb allemaal blokken weggelegd. Nou, hoe kom ik daar naar boven? Wacht even, ik heb blokken nodig. Sorry Fred, maar ik ga één boompje van je hakken zo. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Waar is Fred eigenlijk? Ik heb hem zo lang al niet gezien. Oké, dan bouwen we even omhoog hier. Puur om het hoofd van Julian te hakken. En dan op te pakken zo. Daar is hij, Jultemax Hetzelom. Oh mijn god. Hallo! Oké, jongens, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga het hoofd erin gooien. Dan ga ik elke button die ik hier zie, ga ik inklikken. Elke lever ga ik overhalen. En dan hopen dat er wat leuks gebeurt. Ik bedoel, ik heb geen idee of dat werkt. We gaan het zien. Maar laat ik het beginnen met gewoon het hoofd via hierboven erin te doen. Nou, Julian, ik weet niet of je dit bent, maar... Hey, de tweede. De vierde keer divi. Oké, zo, het hoofd zit erin. Het hoofd zit bij het skelet. Dan wat we doen. Button, 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 button. Button, button en button. Dan halen we elke lever over. Zo. Zo, zo, zo. Zo, 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 zo. Hoppa, hoppa, hoppa. Zo. En dan... gebeurt er helemaal niks. Jongens, ik ben duidelijk geen professor. Skelet, Julian, ik wil je terughalen, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik denk dat ik Fred erbij moet halen. Ik heb alles geprobeerd, letterlijk. Meer zou ik niet weten wat ik moet doen. Misschien kunnen we Fred boven vinden. We gaan hem even zoeken. Het is altijd gevaarlijk om hier uit te vliegen. 9 van 10 keer ga ik namelijk dood. Dus laten we kijken... Oh, dat ging best wel goed. Helaas heeft het niet gewerkt, maar wat ik wel wil gaan doen, jongens, is dat ik namelijk de meneer Geel, mevrouw Roze, oma Bruin en zoontje Wit, die wil ik een keer gaan verhuizen. Ik hoorde van René dat er blijkbaar ook nog een dochter Roze was, maar die is er niet, dochtertje Roze. Die is vermist, dus ik denk meneer Geel... Je dochter is kwijt. Oh, ja, ga er maar vandoor. Dus laat ik even wat buckets uit mijn chestroom pakken en dan hun even verplaatsen toch naar dat grote vijvertje daar, want het is denk ik wel leuk om te doen, want ze hebben wel echt een te klein huisje. Al vind ik het wel heel gezellig als ze zeg maar op mijn ding zitten, op mijn, in mijn vijf, daar. Huh? Hallo? Hallo? Julian? Ja? Het heeft wel gewerkt. Je leeft. Huh? Ja, ik ga leef, ga van mijn troon ja. af, hallo? Straf, je bent terug, maar je mag niet gelijk op mijn troon zitten, hallo? Huh? Je leeft. Ja, ja. Ik weet het ook niet. Ik was gewoon ineens. Maar er gebeurde niks. Wacht, even jouw verhaal. Wat is er gebeurd volgens jou? Het laatste wat ik me kan herinneren was ja, de zon. En ja, dat is ineens word ik wakker. Ineens word ik wakker in een watertank. En... Dat kan kloppen. Dat kan kloppen. En toen? Ja, voor de rest niet echt iets of zo. Van, ja. Maar... Ik ben gewoon naar boven gewandeld. En... Maar wil je gelijk weer mijn troon, mijn kasteel? Of? Nou, ik weet niet. Ik dacht een soort van troon. Ik had vage herinneringen van... Niet van een troon. Oh, en... wacht. Je kan je niks herinneren. Oh, wacht. Wacht, wat herinner je je van voor de zon? Voor de zon? Ja jou. Ja, dat is mooi. Ja, iets met een battle, maar... Voor de rest niks. Ja, er was iets met Frederik. Die was een battle aan het houden met robots hier en zo. Maar dat is bijna voorbij. Jij had er niet zoveel mee te maken. Oh, geen zorgen. Kom mee. Ik ben blij dat het gelukt is dat ik je terug heb gehaald. Ik heb mijn best gedaan. Ik weet niet hoe het is gelukt, maar misschien dat Fred nog iets gedaan heeft. Ik weet niet of je een Fred kan herinneren en Frederik. Fred. Nee. Fred de robot. Hij ziet er zeg maar één op één. Oh, een robot. Ja, precies zoals dit. Ja, die heeft mij zitten verzorgen. Want ik kon nog wel een klein beetje zien, zeg maar. Maar oh, oké. Die heeft mij zitten verzorgen. Oké. Nou, welkom terug, Julian. Je woonde hier vroeger als vredig burger in mijn dorp. Je werkt voor mij. Dat is absoluut dat er gebeurd is. We hadden geen oorlog samen. We hadden geen ruzie en zo. Jij wilde niet mijn dingen zo overnemen. Nee. Jij was gewoon een vredig werknemer van mijn dorp en zo. Je huis is helaas wel... Oh nee, niet. Dat is iets van Bram, maar Bram is er nooit meer. Hier, kijk. Huis van almachtige koning Bram de Voorde.
Zullen we jouw huisje weer van maken? Kan je dit huisje nog herinneren? Ja, ik kan maar... Ja, want ik had hier volgens mij iets geschreven, volgens mij. Ja, je had hier een dagboek. Hier, kijk. Post leven. Kan jij dit nog voorlezen? Ik lees het voor. Dag 1. Vandaag ben ik weggestuurd uit... Vandaag ben ik gebleven in Kingdom Content door de lieve koning Lycanwaldert. De kwaadaardige mensen zijn gevlucht en ze hebben een hutje gemaakt aan de zijkant van de grote berg. Ze hebben er ook een kamp voor. Nou, daar gaat het over. Dus ik neem hem maar voor je mee, want dit is inmiddels oud archief. Dus dit hoef jij niet nog een keer te lezen. Ik zou zeggen, voel je eerst weer een beetje thuis even. Ik loop even een paar rondjes. Ik moet heel even wat doen. En dan ben ik al 5 minuutjes bij terug, oké? Okay? Oh, hier staat het huisje van Poos huisje. Ja, dit was voor jouw huisje, zie je? Ja, jij hebt hier gewoond. Oké, ik ben zo terug, oké? Doe even je ding. Ga lekker je spulletjes weer bij elkaar regelen. Ik ga rondkijken weer, want... Ja, prima. Doe dat maar. Oh. Doe dat maar. Jongens, hij is legit alles vergeten. Oh, hij is helemaal vergeten dat we ruzie hadden en dat we dat hij mijn koninkrijk over wilde nemen en zo. Dat is hij helemaal kwijt. Dit ga ik echt in mijn voordeel gebruiken. Dit boekje mag je absoluut niet lezen, jongens. Want in dit boekje staat alles over de ruzie. En over de oorlog die we gingen starten en zo. Er staat alles in. Dus dit ga ik naar mijn bibliotheek brengen. En dat ga ik in het archief leggen. Zodat het niet door hem gevonden kan worden. Kijk, waar we dit gaan doen. Is we gaan het vervangen voor dit boekje hier. Kijk hier, deze is nog leeg. Hoppa. Zo, dit is dus Poos leven. Je mag absoluut niet door hem gevonden worden door Julian. Als hij die vindt, dan gaat hij dingen afvragen. Weet ik wat. En we moeten juist houden dat hij gewoon voor mij denkt dat hij echt een burger is in mijn dorp. Dus jongens, reageer nu even in de reacties. Moeten we Julian te vriend houden? Moeten we alles voor hem verzwijgen? Of moeten we hem de waarheid vertellen? Ik denk niet dat we hem de waarheid moeten vertellen. Maar hij is wel wedergekeerd. Misschien dat ik Fred wat dingen kan vragen hierover. Dat hij er wat mee te maken heeft. Dat het geheugen ook een beetje half gewist is en vervaagd. Maar hij mag daar weer wonen wat mij betreft. Vind ik wel een leuk huisje voor hem. Misschien dat hij uiteindelijk in het nieuwe gebied een nieuw huisje mag maken. Maar wat is hij aan het doen nu? Wat zal hij aan het doen zijn? En terwijl je dat even aan het reageren bent... Like ook even. Als je niet liked, dan heb je zo'n groot probleem. En waar is hij? Hij woont hier. Oh, nou, hij woont niet in... Ja, hij woont wel in deze. Daar is hij. Wat is hij aan het doen? Hallo, Julian? Hé, hey, hallo. Wat was je aan het doen? Lekker aan het ik was lekker taart aan het eten met Henk. Ja, oh, dit is Henk. Ja, ze zeggen de laatste tijd niet meer zo tegen. Ze zijn boos op me. Sommigen hebben nog groene ogen, maar... Sinds ze boos op me zijn geworden, praten ze niet meer tegen me. Staan ze gewoon te staan. Ja, hij zei dat hij ook niks anders te doen had, zeg maar. Want hij staat hier al een paar dagen gewoon naar taart te staren. Dus. Ja, dat klopt. Wacht, kom even mee. Kom even zelf. Ik hoop dat hij niet bedorven is. Nee, dat zal. Ik denk het wel. Die taart staat er echt heel lang. Ik heb wat spulletjes voor je, die jij mag claimen. Ik weet niet van wie het is. Het ligt er al eeuwen. Misschien is het wel van jou, dat jij dat ooit daarin gedaan hebt, terwijl jij je vorige leven zat of zo. Maar hier zit een barrel, deze. Hoezo ben ik eigenlijk dood gegaan of zoiets? Ja, dat is wel een verhaal voor iets voor later. Maar deze spullen liggen hier, satéprikken en weet ik wat allemaal. Volgens mij is dit ooit van jou geweest, ik weet het niet zeker. Maar neem het maar gewoon, de dingen die je nodig hebt en geniet ervan. Het ligt er al zo lang, ik weet al heel lang niet wat ik ermee moet. Maar kom even mee, kom even gezellig mee. Kijk, je ziet er alweer goed uit nu, weet je, een beetje beschermd. Ja, ja, voel me veilig. Zoals het hoort, je voelt je veilig, hè? Ik ben bezig met een nieuw gebied. En aangezien jij weer terug bent om in de stad te wonen, lijkt het mij leuk als jij dit gedeelte hier ook ooit een keer een nieuw huis voor jezelf bouwt. Een gezellig huisje en weet ik wat allemaal. Het begint er groots uit te zien. Het wordt nog groter dan het is. Het gaat ook nog helemaal onder de brug door en zo. Maar zou je het leuk vinden om daar dan te wonen ooit een keer? In een nieuw huis. Dat jij een van de eerste bent die in het nieuwe gedeelte gaat wonen. Ja? Je woont wel een beetje eenzaam, maar je hebt wel veel privé. Je kan wel echt gewoon lekker je ding doen daar, weet je? Gewoon veel dagboeken schrijven. Veel dagboeken schrijven. Zo, wil je een nieuw dagboek, of? Dat maak ik zelf wel. Oh, dat maak ik zelf wel. Prima, oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen, ga lekker je ding weer doen. Woon nog even daar in de molen, tot ik je een nieuwe, het seintje geef dat je een nieuw huis kan doen. Let niet op de robots. Ik ga Fred binnenkort zoeken en dan ga ik uitvogelen met hem wat we gaan regelen met die robots. En of we Frederik kunnen verslaan, bla bla bla. Ja. Allemaal nog niet jouw zorgen. Komt eraan binnenkort. Ik zou zeggen, geniet van het leven. Ik vertel later wel wat er met de zon gebeurd is en waarom je dood bent gegaan en weet ik wat allemaal. Dat is een verhaal voor iets later, oké? Okay? Nee, ik hoop dat het niet al te erg is. Nee, het viel me mee. Het was een ongeluk. Het was een heel zielig, dramatisch ongeluk, maar daarom hebben we je teruggebracht. Oké, dat is goed. Oké, prima. Nou, dan doe je ik ben blij om terug te zijn. Ja, dat ik ook. Ik heb je echt gemist. Enorm. Oké? Okay? Ja, is goed. Ja. Zo, nu kunnen wij de buckets pakken, jongens. Want Julian, die hebben we gewoon een soort van leven gegeven hier, I guess. In de stad. Hij krijgt de kans om zich te bewijzen. Dus laten we even heel wat buckets maken. 1, 2, 3. Wacht, even denken hoor. Meneer Geel, mevrouw Roze, oma Bruin, zoontje Wit. Er zijn er maar 4, hè? Ja, er miste dus eentje. Dat is een beetje het zielige. Maar dat is nu niet mijn probleem. Oké, daar gaan we. We hebben hier... Komt-ie?
zoontje wit, meneer geel, oma bruin. En dan waar is mevrouw... Oh, hier is mevrouw roze. Hoppakee. Dan gaan we die even naar de grote vijf hier brengen, want die hebben een groter huisje nodig. Ik hoop dat ze het overleven hier, want de schildpadden die hebben het blijkbaar niet overleefd voor some reason. Vind ik heel raar. Terwijl ze een name tag hadden. Zo, komt die erop. We hebben hier mevrouw roze, oma bruin, meneer geel en zoontje wit. Welkom thuis, jongens. In jullie grote nieuwe huisje. In hallo, robot. Jongens, waar is Fred? En waarom reageren die stomme robots niet meer op me? Terwijl dan een stuk saaier ineens zie je dat die beestjes weg zijn. Dat vind ik wel jammer, want het was wel gezellig dat ze in dit kleine vijvertje zaten. Alleen, ja, het is wel zielig hoe klein het huisje was. Laten we Gerda trouwens, Gerda 2.0, ook een keertje verplaatsen, jongens. Die staat hier al veel te lang, dus... Hoppakee, zo. Laten we jou een keertje verplaatsen. Kom mee, Gerda. Niet zo springen. Rustig aan. Nu ik met die geit bezig ben, jongens, zou je vast afvragen van... Max, waar is eigenlijk 1.19 in jouw wereld? Dat is nog even een geimpje, jongens, maar maak je geen zorgen. Het komt eraan. We gaan het op een hele leuke manier implementeren. Ik wil niet het kasteel wegdoen en zo. Dat vind ik allemaal zonde, want dan moet ik een hele nieuwe wereld aanmaken. En dan komt dat Veen 3.0, bla bla bla. Klinkt heel leuk, maar ik weet nog niet. Dat ben ik nog niet aan toe om mijn kasteel achter te laten. Maar... ik wil wel kikkers en ik wil die horens hebben en ik wil al een 1.19 viertjes wil ik toegevoegd hebben aan de server. Dus maak je geen zorgen, het komt eraan. Gerda, ga jij voortaan maar hier wonen. En het heeft iets te maken met Fred en Frederik en alle andere robots. Het heeft iets daarmee te maken hoe wij naar 1.19 kunnen. Maar goed, wat is dit voor winkeltje? Er staat science, maar nog niet. Oh jawel, hier. 4 stack deep slate is 1 diamond, oké. En 2 stack andesite is 1 dia. 2 stack stone is 1 dia. En 3 stack cobble is ook een dia. Oh mijn god, dit is een steenwinkel. Oh, cobblestone. Stone is nog leeg. Andesite is zo niet echt vol. En deep slate is er heel veel. Ah, oké, jongens. Dus dit is een nieuw steenwinkeltje. Daar gaan wij zeer zeker gebruik van maken wanneer nodig. We hebben altijd steen nodig. Je zou het niet zeggen, maar er wordt heel veel steen gebruikt in deze basis. Het valt misschien niet op of zo, hoor, maar het is wel zo. Leuk aan dit huisje trouwens hier, jongens. Dit huisje van Lotte. Die heeft zeg maar... het is één huis, zoals je kan zien. Alleen daar staat... Berendina, wat doe je binnen? En waarom heb je geen baan? Wat ben je in het huis van Lotte aan het doen? Ga eens werk zoeken of zo. Je gaat het huis uit. Je bent te oud. Zit je vast? Ik snap er helemaal niks van. Berendina, zoek het uit. Je bent in Lotte haar huis, prima. Ik weet niet wat je hier doet, maar... hier komt de poort overigens. Dat is precies in het midden van dat. Dus als je dan al dit hier voor je denkt... al die bomen en al die paddenstoelen en zo weg... dan heb je één recht pad. En dat wil ik dan ook een soort hoofdstraat maken. Naar het kasteel. Maar daarvoor moeten wel al die bomen weg. En ik ga dat denk ik ook weer in een timelapse doen. Niet vandaag nog. Misschien dat ik daar volgende aflevering gewoon mee begin. Met de timelapse om al deze bomen weg te halen. Maar dan komt er denk ik een hoofdstraat die kant op. Dat gaat wel heel leuk zijn. Oh, maar wat gaat dit een werk zijn? En wat ga ik toch veel hout krijgen als ik al deze bomen heb weggehaald hier? Oh, wat gaat dat relax zijn? Zo, nou, van 2 bomen alleen al heb ik een stek en 18 hout. En dat zijn nog maar 2... ja, bomen en misschien hoeveel er nog staan. Dat wordt toch echt een taakje. Oké, dan nu wil ik eventjes hier wat gezelligheid nog toevoegen. Bijvoorbeeld hier een deur. Zo. En dan hetzelfde hier. En dan even kijken. Nee, trouwens, geen deur. Kan beter. Ik heb een beter idee. Een slab. Een slab. Hier wil ik namelijk 2 stoelen hebben. En dat kan met deuren, maar dat kan ik ook doen. Zo. En dan erop ook nog eentje. Dit is denk ik leuker dan deuren, to be honest. Als ik het op deze manier doe. Ook al lijkt het wel heel erg op een deur, volgens mij. Even kijken. Hij is wat dunner dan een deur, dacht ik. Oh mijn god, dit is gewoon bijna precies een deur, dit. Ik kan net zo goed een deur kunnen doen. Dan hier. We hebben even redstone nodig. Doen we eventjes... oh, verkeerd, wacht. Zo, kijk, hoppa. En dan hetzelfde hier. Het werkt namelijk als tafels, jongens, dit. Dat is wel leuk. Het is een beetje een heel oud design, dit, moet ik toegeven. Het is echt oud. Oude wet. Maar het is wel heel leuk, want dan kan je hier namelijk nog signs doen, zo. Oeh, alleen dan werkt dit natuurlijk niet. Ai, 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 ai. Misschien moet ik er dan een grote van maken. Zoals dit. Maar ik heb geen piston daarvoor. Kut. Dit kan op zich wel leuk zijn. Kijk, zo. En dan dit. Is dit leuk? Die dan weg. Die weg. En dan hier 2 flower pots op of zo. Of... andere dingen. Ik weet het niet. Ik kan in ieder geval hier nog een tafeltje doen, zoals dit. Pong, bonk, zo. Of naast, zelfs ertussen. Dat is echt een plat tafeltje, zoals dit, ja. En dan heb ik even wat flower pots nodig. Want mijn flower pots, die maak ik natuurlijk met bricks. En mijn bricks, die liggen... hier, als het goed is. Als ik ze heb, hoor. Hier horen bricks, die liggen hier. Oh, niet veel, maar ik heb wel nog... oh, huh? Waar is al mijn klei? Ik dacht dat ik vet veel klei had. Ik kon namelijk bloempotjes maken. Ik kan trouwens ook de tafels misschien. Heel andere stijl hoor, maar ik kan ze ook zo maken. Oh, dat
Laat maar. Nee, ik zeg niks. Ik hou mijn mond. Nou, gewoon zo. Dan moeten er nu alleen nog maar de mooie carpets op. En als Floor aan de kant gaat, zo. Hoppakee, dan kan ik er nog een dingetje op plaatsen. Dan wil ik wat paintings hierboven hebben. Iemand reageerde onder mijn video dat in een kasteel natuurlijk best wel veel schilderijen zijn. En dat klopt, jongens. Er zit ook echt... Oh, dit is wel heel lelijk. Er zitten ook echt vet veel schilderijen in zo'n kasteel. En misschien dat ik even een textpack moet maken. Waar de schilderijen daadwerkelijk ook gewoon mooie schilderijen zijn. Want die ik nu bijvoorbeeld hier plaats vind ik echt lelijk. En deze is op zich. Maar het is niet kasteelachtig, weet je. Dat moeten wel echt mooie schilderijen zijn. Ik vind die echt lelijk namelijk, die ik nu hier plaats. Ik weet ook niet of ik het mooi vind hoe het toe is gevoegd. Laten we hier maar gewoon kaarsjes op doen. Ik denk dat dat wel leuk is. Zo. Hoppa. Hier kunnen ook nog wat kaarsjes opkomen. Ik ben het nog niet helemaal eens met het interieur van deze zaal, jongens. Het komt vooral gewoon omdat ik blokken tekort heb. Ik heb gewoon niet de goede blokken die ik wil gebruiken hiervoor. Ik wil echt van alles hier plaatsen en van alles hier doen. Maar ik heb het gewoon niet. Ik heb gewoon niet het goede materiaal. En dat is heel jammer, merk ik. Zoals ik mis nog steeds wol en de wolwinkel is niet bijgevuld. Maar ik kom wol tekort om hier het tapijt ook toe te voegen. Voeg ik even wat random blokken toe zoals dit, jongens. Gewoon een beetje opvulling. Dan wil ik hier... Wil ik even een soort... Even kijken hoor. Hoe ga ik dat doen? Ik denk zo, zo, zo. En dan wil ik het vervangen of vervangen laten hangen aan dit. En dan hierop bijvoorbeeld ook zo een dode bush. Dit gaat... Oh nee, dat kan niet. Oh, die vliegt. Oh, wacht. Zo, kijk. En uiteindelijk gaat die dood, jongens. En dan wordt die grijs. Blaadjes is een hele... Kijk, hij is nu al dood. Ik denk dat ik dat sowieso wel ga doen. Gewoon af en toe even toevoegen een beetje. Zo, dit gaat... Kijk hoe snel dit dood gaat. Let op. 1, 2, hoppakee. Zo. Oh, dat voegt serieus echt veel toe. Hetzelfde voor hier. Hier wil ik ook een beetje dit hebben zo. Gewoon random plankjes, weet je, waar dingen op staan. En dan wil ik eigenlijk meer dan dead bush hebben. Alleen... Of dan de dead coral. Alleen dat zeg ik wederom. Ik heb het gewoon niet allemaal. Dat is heel vervelend. Zeg ik zoals mijn bosjes zijn op. Hier, ik heb nog maar 20 carpets, jongens. Dat is echt veel te weinig. En daarmee wil ik eigenlijk een pad hier... Ja, ik weet niet hoe ik het wil gaan doen. Ik denk dat het een beetje een vaag pad wordt. Dat ze hier omheen gaat lopen. Zo. En dan hier langs en dan uiteindelijk hierheen. En dan hier ook het pad hierheen brengen. Maar dan een beetje vaag wil ik het gaan doen. Dus niet zo netjes zoals dit. Zo, kijk, dit moet uiteindelijk ook nog vol met details. Ik heb wel een idee wat ik wel vast kan gaan doen. En dat is namelijk gewoon twee grote kroonluchters hier maken. Of nou, grote, subtiel, redelijk groot, niet al te groot. Twee kroonluchters, daar komt het op neer. Oh, hier zijn nog leaves. Oh, nice. Ik dacht dat ze op waren. Kijk, als dit het midden is, dan wil ik hier een kroonluchter hebben, denk ik. Hier, klopt dat? Nou, dat is hier. Op deze hoogte. En hier wil ik een kroonluchter hebben. Ik denk dat ik dan twee mooiste middenplekjes heb gepakt. Nee, hier. Even kijken hoor. Dit heb ik dan het midden van de kamer ongeveer. Zo zeggen van wel. Oh, er is geen midden. Ja, dan moet het wel eentje opzij. Zo, op deze hoogte. Kijk, komt die. 1, 2, 3 misschien. En dan nu al naar buiten gaan werken. Ik wil deze anders doen dan de vorige die ik heb gemaakt. En dan nu gewoon weer heel simpel. Nog verder door. Even kijken. Zelfs in een vierkantje gaan werken. Zo, zo. En... Zo, en zo. En dan eentje door in het midden. En dan slabs eronder bouwen. En dan natuurlijk nog de kaarsen erop. En ik heb kaarsen bij me, kijk. Zo, oh wacht, trouwens, misschien is eentje per of twee per stuk wel nice. Of juist één, nee, wel één, hè. En dan misschien hier nog trapdoors op. Om het een beetje... Ja, die trapdoors hier kunnen wel mooi zijn. Zo, en dan zo, dan kan die weg. En dan doe ik wel gewoon helemaal op elk puntje doe ik er eentje. Waardoor het echt een best wel grote dinges is. Ik denk dat dit wel mooi is. Kijk hoe dit eruit ziet. Ziet dit goed? Oeh, dit ziet er op zich een beetje dik van onder. Dus misschien dat ik daar dan ook trapdoors kan doen in plaats van grote blokken. Dat ik hier ook zo kan doen. Ziet dit er mooier uit? Ja, dit ziet er beter uit, jongens. Dit ziet er leuk uit. Voeg gelijk veel toe lampen, hè, aan het plafond. Jezus. Hebben we even een flint en steel nodig? Zo. Om deze knappe kerels eens even lekker aan te steken. Kan ik hier opspringen? Nee, kom maar, jongens. Ik ga het jullie lekker warm maken. Hoppa, 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 hoppa en hoppa. Let there be light. Geeft het veel licht aan het plafond? Nou, het geeft subtiel licht. En dat is wel mooi. Deze moeten ook nog aan. Die moeten nog aan. Deze moeten nog aan. Hier moet ook nog licht. Hier is het ook nog donker. Nou, trouwens, ik heb hier een lantern hangen. Die mag weer weg. En dan gaan we weer een nieuwe plaatsen. En dan kopiëren we deze gewoon. Ik bedoel, hij hoeft maar hetzelfde te zijn, hè. Zo simpel is het. En de kaarsjes mogen erop. Die gaan we hetzelfde verhaal allemaal weer aansteken. Dit kost echt veel van mijn flint en steel. Ik zie dat het zoveel kostte. Nou, dit ziet er weer leuk uit, jongens. Dit ziet er erg leuk uit. Het is wel een beetje donker, moet ik toegeven. Misschien dat ik de kaarsen nog iets kan toevoegen eraan. Iets meer kaarsen. Want het is, ja, als ik het zo zie, best donker plafond inmiddels. Kijk, ik weet niet of dit dan... Oh, wacht, er mist hier ook een kaarsje, zie ik nu. Hier, die mist. Niet dat dit veel op gaat lossen, maar hij mist. Kijk, misschien kan het er
meer worden, zoals dit. Maar verbetert dat het idee? Nee, hè? Voor mijn gevoel verbetert dat niet veel. Misschien weten jullie een oplossing in de reacties, jongens. Het is wel mooi als ik ze helemaal zou vullen. Ik denk dat het wel heel veel toe zou voegen. Alleen mijn kaarsjes zijn op. Ik heb gewoon geen kaarsjes meer. En als het echt donker zou zijn, zou ik altijd nog zo hier die kunnen doen met daaraan een lantern. Om er een beetje extra licht aan toe te voegen. Even kijken of dat mooi is. Ziet dit er leuk uit? Oh, dit ziet er serieus wel. Wow, dit ziet er gaaf uit. Dit houden we wel. Het is wel laag, maar het ziet er wel heel gaaf uit. En kijk jongens, perfect in het midden van de deur hier. En perfect in het midden van daar. Dit ziet er goed uit. Nu alleen nog het tapijt erin. En dan kan ik extra details toevoegen. En een goede texture pack met leuke paintings. Wat is dit? Boek en quill met heel veel zalm. Bedankt, lieve koning Makkus, voor het grotere verblijf. Onze volledige familie is nu compleet. Opa Bruin is ook gekomen. En baby Wit is geboren. Baby Wit is geboren en opa Bruin. Als een paar van ons op een dag verdwijnen, zijn we even op vakantie. Groetjes mevrouw Roze en meneer Bruin. Jongens, is er nou... En ze hebben visjes achtergelaten. Is er nou serieus weer... Zijn er nieuwe visjes bij? Nieuwe axolotjes? Ik ga die visjes gelijk opeten. Zo. Dat heeft hij te snel. Ik heb ze net in het water gedaan. Dan hebben ze echt snel berichten achtergelaten. Laten we even kijken of we ze kunnen vinden. We hebben hier. Dit is volgens mij zoontje Wit. Wie is dit? Dit is meneer Geel. Wie is dit? Oma Bruin hebben we natuurlijk. Mevrouw Roze. Wie dochtertje Roze is eindelijk thuis. En we hebben hier opa Bruin. En de schildpad natuurlijk. En dit is mevrouw Roze gewoon weer. Waar is... Oh, hier is baby Wit. Baby Wit is geboren. Oh, wat leuk, jongens. Wat een leuke diertje zijn het ook. Maar goed, jongens. Voor nu ga ik de video afsluiten. Het heeft heel veel tijd gekost om die grote ruimte hierachter te maken. Deze ruimte is eindelijk bijna klaar. Maar om deze ruimte hier helemaal te maken, heeft heel veel tijd gekost. Het is nog lang niet af. We gaan weer een heel groot avontuur aan om dit te doen, jongens. Ik denk dat dit echt weer... dit kan echt heel veel tijd gaan kosten. Maar goed, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren. Kijk nu lekker deze video, want dit is het vorige content Veendeel. Heb je die nou gemist? Kijk op de zeker, want dan ben je weer helemaal up-to-date. En weet je gewoon weer waar alles over gaat. Nu spreek je later, glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.